Jongens. Ik zie alleen jongens, toch? Geen meisjes? Oh, meisje. Oh ja, sorry hoor. Sorry. Maar ik ken ook jongens met lange haar. Dus heel fijn dat er een meisje bij is. Want dat vind ik zeker heel belangrijk. Welkom vandaag hier jullie bij voetbalvereniging Madense Boys. Jullie club. Jullie gaan daar een leuke wedstrijd spelen. In het kader van de Stichting Zwaluwe Jeugdactie. En jullie weten natuurlijk niet wat de Zwaluwe Jeugdactie is. Dat mag je straks even lezen. Maar dat zijn voor jullie speelkameraadjes, jullie jongens en meisjes, jullie vriendjes en vriendinnetjes. Die niet in het gewone elftal mee kunnen, maar die een aandoening hebben dusdanig dat ze in een speciaal team moeten spelen. Vandaag hier bij Madense Boys, de opening van de Zwaluwe Jeugdbeker. Leuke wedstrijd gaan jullie spelen. Doe dat met heel veel plezier. Winnen mag. Is natuurlijk altijd leuk, want daarvoor kom je op het veld. Maar doe dit vooral met heel veel sportiviteit en met heel veel respect voor jullie tegenstanders. En dan hoop ik dat jullie vandaag een hele mooie wedstrijd zullen hebben. Siebe, ben jij zover om de vlag mee te hijsen? Kijk, daar gaat hij, de vlag. Daar gaat hij. Nou, deze vlag blijft dus vandaag de hele dag hier op het sportpark van Madense Boys hangen. Dankjewel, Siebe. En jij bent dan zo meteen ook de eerste die het boekje van Jaapie en Jopie krijgt. Ja, het is een heel leuk boekje dat jullie krijgen in de afloop van de wedstrijd. Want nu moeten jullie eerst gaan voetballen. En geniet ervan. Doe dat met veel plezier. En kijk of dat je de punten van Madense Boys binnen kunt halen. Ik ben Betty en ik ben coördinator van de Zwaluwe Jeugdactie binnen het district Zuid 1. En waarom het district Zuid 1? De Zwaluwe Jeugdactie is gelinieerd aan de KNVB. Elk jaar hebben wij met de start van het voetbalseizoen hebben wij de Zwaluwe Jeugdbeker competitie start dan. En de eerste drie weken van september zijn echt de bekerwedstrijden. En de derde week van deze competitie wordt altijd aangemerkt als de campagnedag voor de Zwaluwe Jeugdactie. Wat is de Zwaluwe Jeugdactie? De Zwaluwe Jeugdactie is, zoals ik zojuist zei, gelinieerd aan de KNVB. Wij bestaan al heel erg lang en zijn eigenlijk voortgekomen uit het feit dat destijds polio in Nederland was en heel veel kinderen polio hadden of kregen. Destijds is de stichting opgericht om te zorgen dat er geld bijeenkwam om in ieder geval te proberen om polio de wereld uit te helpen. In 1960 is inderdaad de polio verdreven in Nederland en heeft destijds het bestuur besloten om de Zwaluwe Jeugdactie actief te laten blijven. En dan dit te gaan doen voor het aangepast sporten en met name het aangepast voetbal. Nu hebben we het over aangepast sporten. En dan hebben we het vaak in het voetbal over G-voetbal. Nou, de G staat niet voor gehandicapten zoals heel veel mensen denken. Want we hadden vroeger een A-categorie, een B-categorie, een C-categorie, een D-categorie en een E-categorie. En toen kwamen de jongsters erbij, dat waren de F-pilletjes. Tegenwoordig noemen we die anders, hebben we ze JO19, JO17, JO15 en zo verder. En ja goed, de volgende letter in het alfabet was toevallig de G van gehandicapt. Alleen wij noemen het geen gehandicapte voetbal, het is aangepast sporten. En dat aangepast sporten kan op vele manieren zijn. Dat kan zijn dat het een autistenteam is. Het kan zijn dat het kinderen zijn die een bepaalde spierziekte hebben, waardoor ze niet mee kunnen in het regulier voetbal. Kan op verschillende manieren zijn. Aangepast sporten kan ook betekenen dat we het hebben over een blinde team, een dove team. We hebben een team wat geamputeerd is, dat noemen we het amputeam. En we hebben ook de kinderen die in een frameje moeten voetballen en die dus in een rekje voetballen. Dus allerlei verschillende soorten van aangepast sporten valt onder de categorie G-voetbal. Ja,
wij zijn in een van de overleggen die we met onze collega-verenigingen samen met de KNVB op periodieke basis hebben, zijn we benaderd door de stichting Zwaluwe Jeugdactie. Die hebben ons benaderd om als host te dienen voor de aftrap van het seizoen 2022-2023. Daar zijn we natuurlijk als vereniging heel blij mee. We willen ook zeker ook van ons uit meer onder de aandacht gaan brengen dat ook binnen Maaldense Boys mogelijkheden zijn voor jeugd met beperking om het voetbalspel te kunnen spelen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Dus vandaar dat we blij zijn dat we vandaag de host mogen zijn voor de aftrap van deze actie.